ben heel erg blij met de enorme groei van Scrum dat mensen het belang van die product ownerrol beginnen te ontdekken. Ook beginnen te ontdekken dat het geen deeltijdse rol is, dat het best wel heel veel werk vraagt, maar ook cruciaal is. Want de product ownerrol in Scrum is de brug tussen alle product management aspecten, marketing, sales, communicatie, marktonderzoek, marktanalyse, competitieve analyse, alle stakeholderbelangen eigenlijk kanaliseren richting development. Hè, waarbij development dan door potentieel één of meerdere teams wordt uitgevoerd. Dat is een heel belangrijke rol. Zit die product ownerrol te veel aan die ontwikkelkant, dan mis je die marktinzichten. Zit die product ownerrol te veel aan die product managementkant, dan mis je weer de link van ontwikkeling richting marketing, sales, wat gaat wanneer klaar zijn. Dus die product ownerrol moet goed gepositioneerd zijn. Het moet een beetje een product CEO worden. En daar zit een enorm groeipotentieel voor bedrijven. Die product owner, een letterlijk een eigenaar van het product laten zijn, een product CEO. Niet de CEO van het bedrijf, wel de CEO van het product. Budgetaire beslissingen, strategische beslissingen rond het product overbrengen naar het team, ook kunnen toelichten aan de organisatie. Dat is een heel belangrijke rol, er zit heel veel groeipotentieel in, niet alleen voor de uitoefening van die rol, maar van het voordeel dat bedrijven halen uit Scrum. Dus die product owner rol beter invullen, gaat ook zorgen dat bedrijven meer resultaat uit Scrum halen. En dat moet het doel zijn. Laten we zeggen, de voorbije 10, 15 jaar hebben heel veel bedrijven heel sterk naar die Scrum Masterrol gekregen. Klinkt goed, master. Het een beetje appelleert een beetje aan ons gevoel, toch dat we nog steeds hebben naar een beetje titel, functie enzovoort. Bedrijven ontdekken nu die Scrum Masterrol, faciliterend, coachend, ondersteunend. Leiderschap nemen, maar vanuit inhoud rond het Scrum proces. En van daaruit begrijpen bedrijven nu, hey, die product ownerrol is cruciaal. Het vertalen van marktverwachtingen, marktinzichten richting development teams.